U bent lid van de Eermansfractie Wijnreder. Wij willen u graag vragen hoe het u bevallen is tot nu toe. Nou, het begin was een beetje moeilijk. Je moet een beetje polsen, collega's. Maar het gaat me steeds makkelijker af, vind ik persoonlijk. Ik vind het leuk om te doen. Ik krijg ook heel veel reacties. Mensen die bellen me op. Mijn raadsvolger. Die staat mij ook goed bij. Dus het gaat steeds beter. Wat vindt u het lastigst? Er zijn meerdere dingen, omdat ik er helemaal opnieuw in moet komen. Dus ik heb heel weinig leertijd gehad, dus ik moet me alles zelf aanleren. Nou. U bent als het ware in de diepe gegooid? Dat klopt. U kunt al een klein beetje zwemmen? Behoorlijk zwemmen al wel. Dus ik weet wel behoorlijk van hoed en de rand. Maar sommige dingen, ja, die moet ik nog even goed nalezen en even gaan rechercheren en zo. Men zegt dat het werken in een eenmansfractie veel zwaarder is dan wanneer je in een fractie zit waar je de taken kunt verdelen. Bent u het eens met die stelling? Dat klopt, want je krijgt alleen heel veel. Je moet prioriteiten stellen. Wat wil je? Wat doe je? Waar ga ik me op concentreren? Je kunt niet, zoals sommige fracties, 10, 20 dingen doen. Nee, ik moet me gaan concentreren op 1, 2, 3 dingen, misschien 4 dingen. En dan houdt het van mij op. Dat houdt in dat u keuzes moet maken? Dat is, je moet prioriteiten stellen. Wanneer mensen zich afscheiden, dan krijgen ze geen vergoeding meer. Stel, dat was nu ook in uw geval het geval geweest. Was u dan nog wel eenmansfractie geweest? Jazeker, want er zijn mensen geweest die op mij gestemd hebben. En bij de verkiezingen, en die wil ik niet teleurstellen. Dus ik was gewoon doorgegaan. Dus ik had wel gedaan.